ook? Ja, ook goed. Draai jij ook al zeker? Ja, ik draai ook al. Ja, dames en heren, dit belooft een hele zomerse aflevering te worden. Ja, zal ik gewoon op het laken gaan liggen? Is dat misschien niet leuker? Oh, jullie waren al begonnen. Sorry. Oh. Nee. Ja. Ja. Pijnlijk stilte. Ja, dames en heren, dit belooft een hele zomerse editie te worden vandaag van de Brabantsbuske. Ja, zeker. En als je kijkt wat hier op de grond ligt, dit pakket, dan kan je winnen. Dus als je dat wil, moet je vooral even blijven kijken. Ik zou er zeker even goed voor gaan zitten. Ik zeg, pak dan snel nog pilsje uit de koelkast. En van Leon, een glas casinas. Vanaf vandaag zijn de schoolvakanties in heel Nederland begonnen. Joh. Ja. Lekker. Veel mensen blijven natuurlijk thuis deze zomer. En als je in onze provincie woont, dan is dat volgens mij helemaal geen straf. Ik voel weinig enthousiasme, Leon. Geen vakantie. Nee, ik heb een idee. Wat sta ik hier te doen? Oh ja. Nou, Jan Matthijs heeft ook geen vakantie gehad, want die heeft hier een eigen kinderboerderij slechts speeltuin gebouwd. Joh. Ja, we moeten thuis blijven deze zomer, hè? Ja. En ik weet hoe leuk jij spelen vindt. Ja. Dus wij gaan in van de leiband, toch? Heel de dag. Heel de dag. Dit is uw domein. Ja, dit is het. Ja, 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 dit is ons domein, ja. Heerlijk. Mooi, hè? Hoe kwam je daar nou op? Nou, hoe kom je erop? Ik had het helemaal afgemaakt. Ik denk, ik maak er een kip erin van of iets, of een geitenweidje. En ja, van het een komt het ander. Toen, dan krijg je een boomstam en een paar van die speelhuisjes heb ik gehad. Want mensen gooien daar weg, hè. Mensen gooien alles weg. Ja. Dus ik denk, ik zet ze hier neer. En, het is alles voor een habbekrats, hè? Ja, en daar een zandbak bij gemaakt van een oude vijver zie je daar in de hoek. En die kipren hebben we laatst weer gehad. Hoe vind jij het hier? Op het goed. Ja, wat is er zo leuk aan? Vertel eens even. De DJ even eten. Ja. Jeroen, jij dacht, ik moet even een Facebook berichtje sturen naar Brabantsbuske, want wat die schoonvader van mij heet. Ja, precies. Ik vond het wel de moeite waard, zeg maar, om even te laten zien. Dit heeft hij allemaal zelf bedacht, zelf verzonnen. Kijk om je heen, zou ik zeggen. Het ziet er hier allemaal schitterend uit. Zelfs een eigen uitkijktoren gemaakt. Ja, zelfs een eigen uitkijktoren inderdaad. En kikkerpoel heeft hij uit laten graven. Het is wel een beetje uit de hand gelopen, denk ik. Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby, maar hij is er druk mee en hij is er mee van de straat. Dus, ja. Ja, en hij heeft, begreep ik, nu één kleinkind. Ja. Maar het is wel de bedoeling dat daar meerdere kleinkinderen rond gaan lopen, heb ik zo begrepen. Ja, maar alles op zijn tijd. Oh, jij voelt nog niet de druk. Ik ga geen overhaaste beslissingen maken, nee. Komt vanzelf allemaal wel, maar... Komen er ook veel mensen langs dat jij weet? Die over toch even stoppen? Nou ja, ik ben hier toevallig 2 weken geleden nog terug nog geweest met mijn broer. Die heeft ook 2 kinderen. En er komen echt fietsers aan en die kijken hier zo eens een keer rond. En dan stoppen ze en ze lopen hier een rondje, spelen in de speeltuin met de kinderen. En het is gewoon hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Maar het mag nog wel meer. Want ja, we moeten deze zomer allemaal thuis blijven, Leon. Ja, dus ja, dan moeten we toch wel onszelf er zijn mensen, komen wekelijks bij ons zeg maar op het landje bivakeren. Het landje van Jantje? Ja, het landje van Jantje, ja. Ja. Lieve Egbert, ik wens je een heel fijne zomer. Je hebt een moeilijke tijd. En voor je groetje voor je lieve grote broer Toeter Jan. Lieve Brabanders, ik wens jullie allemaal een fijne zomer. Pak de fiets, zoals wij dat doen. En het zou vooral fijn zijn als we de Brabantse fietsstickers zouden krijgen. Dank u wel. Fijne vakantie allemaal. Meneer? Ja? U staat wel heel erg veel foto's te maken van onze bus. Ja, ik wil er ook heel veel mee. Vertel eens. Nou, ik heb een bouwpakketje van zijn busje, van een T3. Die is wit, maar die wil ik dus in dezelfde kleuren schilderen als het Brabants busje. Kijk, wanneer?
Hij zegt dat, hij wil bovenop een foto maken. Ja, dat kan toch? Dat kan. Moet je hem even openmaken? Ja hoor. Er staat wel hoe is het op het dak, toch? Echt waar? Ja, er staat wel op het dak. Okay. Ja, staat het dak er goed op? Het dak staat goed op. Maar hij is in het wit inderdaad niet zo... Nee, dan lijkt hij niet. Het model is er, nou nog de kleur. Dus dan komt het helemaal goed. Ja. En ik vind het wel leuk. Ik zeg al, ik ben wel fanatiek met modelbouw. Ik heb al aardig wat gebouwd. En ja, als je een bossenaar bent en je kijkt regelmatig naar het programma. Leuk. Ja, dan ontkom je er niet aan om dat busje te maken. En eerst vond ik hem vrij prijzig. Ja. Maar uiteindelijk heb ik toch gezegd, nou, ik doe het toch. Hij is het waard. Hij is het waard, zeker waard. Ja. Dus... Nou, ik heb dan nu wel een kleine verrassing voor u. Hebben vanochtend, toevallig heb ik er nog eentje gevonden. En dit is echt, nou ja, de allerlaatste. Aha. En nou ja, als u hem namaakt, dan moet u wel een modelletje hebben, toch? Ja, dat dacht ik ook. Ja. Alsjeblieft. Klein, ja. Dankjewel. Ja, moet wel lukken dan zo, denk ik. Ja, dat lukt zeker. Ja, en als ik foto's tekort kom, dan... Laat maar weten. Dan meld ik me wel. Dat is goed. Dan rijd ik dus nog eens Eindhoven, dat maakt niet uit waar die staat. Dus, ja, en als hij af is, dan kom maar langs natuurlijk, hè? Ja, dat is goed. Ik zie dat op onze Facebook en Instagram ook weer lekker gereageerd door Nicole. Er wordt zeker druk gereageerd. Tommy Lips, vriend van de show, die wenst ons een fijne opnamedag. Nou, dankjewel Tom. En jij ook een hele fijne dag. Ja, en we hebben een hele leuke mail binnengekregen van Pascal. In Borkel moet de school namelijk weg. Alleen daar is de buurt het niet mee eens. En twee buurmannen hebben echt een hele ludieke video gemaakt. Moet je zien. Als Borkel zonder school is, als de basis zonder school is, is als de voedster zonder bier is, en een trekker zonder boer is, frikandel niet meer speciaal is, als de dommel zonder vis is, op de schacht geen enkel paard is, als de malpie zonder hei is, in juni zonder kermis, als een kalkoen zonder kerstmis. Nou, het is te hopen dat ze hier die school mee terug gaan krijgen. Ik geloof in ieder geval wel dat heel veel mensen dit leuk vinden om te zien. Dus knap gedaan. Heel erg leuk gedaan, zeker. Ja. En Nicole, dat pakketje ligt hier nog steeds, hè? Ja, die ligt er nog. Gaan we het al verklappen? Nee, ik blijf nog even van de zon genieten. Kan de opname nu stoppen, hoor, Leon? Ja, hij mag uit. Dan mag jij het kleedje. Ja, ik ben best wel blij dat ik op vakantie kan, ondanks corona. En ik wens nog iedereen een fijne vakantie. Nou, ondanks alle bezuinigingen en maatregelen die we in Nederland treffen, wens ik iedereen die in heel Brabant woont een kei gezellige vakantie en maak er iets cons van, ja? Houden we aan, hè? En ik wens nog iedereen een fijne vakantie. Leon, we zijn in het zonovergoten Uden. En ja, het is wel duidelijk waar we moeten zijn, hè? Nou hebben wij natuurlijk heel vaak mensen met passie voor auto's in de uitzending. Maar dit verhaal is wel erg bijzonder. Dat konden wij niet zomaar laten liggen. Deze auto is namelijk geweest van Peter. Ja, dat klopt. En dit is de familie van Peter, hè? Ja, klopt. Broers en zoon. Ja, klopt. En Peter die hield van oude auto's. Dat klopt. Vooral de kevers dan. Ja, en ik praat in de verleden tijd, want... Jullie helaas moeten Peter wel missen nou, hè? Ja. Ja. Tranen schieten al in de ogen. Ja. Dat snap ik heel goed. Waar hebben jullie Peter aan verloren? Aan corona. Dus, nog maar kort geleden? Kort geleden, 3,5 maand. Hè. Het is 31 maart. Dus, ja. Dus dat is niet lang geleden, nee. Nee. En dan moeten we verder met het verlies van Peter. Ja. Ja, en dan... Ziet ons maar één ding te binnen. Ja, de gouden kever van Peter, die moet blijven bestaan. Dus, En die moet afgemaakt worden. En die moet afgemaakt worden. En jij moet er straks in rijden. Ja, klopt. In de auto van je vader. Ja, ik heb mijn rijbewijs op het moment nog niet, maar die komt eraan. Daar wordt aan gewerkt. Daar wordt aan gewerkt en dan wordt het de mijne. Dat lijkt me mooi, maar ook best pittig misschien wel. Ja, je kunt het pittig noemen, maar ik vind het ook meer
een mooi idee, want papa had het wel op deze manier gewild. Ja. Een eerbetoon aan je vader eigenlijk. Ja, zoiets, ja. Want jij moet hem nu elke dag missen. Ja, ja. Ja. Hoe oud ben je? 17. Ja. Dat is veel te jong om je vader te verliezen, hè? Net in de puberteit, net wanneer je een vader nodig hebt. Ja. Ja. Ja, kun je daarmee leren leven? Lukt dat? Ja, het is lastig, maar ik heb altijd nog mijn lieve moeder die daar staat. Dus ja. We komen er samen wel doorheen. Ja. Daarom hebben wij samen ook het plan zo opgezet. Wij wilden gewoon, de auto moet in de familie blijven. Ja. En onze droom is echt dat hij naar Luuk gaat en dat er die jaren van kan genieten. In de hoop dat hij het met het verwerken dat ook fijner is. Dat hij toch een bepaald gevoel erbij heeft. Ja. Dan heeft hij toch eigenlijk zijn vader bij hem. Juist. Alleen op een andere manier. Ja. Ja. Je hebt een fijne familie volgens mij. Ja, zeker. Ja. Ja, daar ben ik wel heel blij mee dan. Is dat je dan een beetje door de tijd heen geholpen? Ja, dat zeker, ja. Er moet geld bij elkaar gezameld worden, hè? Klopt. Hoeveel? Van de internetactie staat het doel nou op 10.000. Ja. En er is volgens mij rond de 4.000 nou op het moment al opgehaald. Maar het is eigenlijk ook meer de bedoeling dat bedrijven naar ons toe komen en die zeggen van wij gaan het laswerk voor jullie doen en wij gaan het spuitwerk voor jullie doen. Dus we kijken eigenlijk meer naar diensten dan naar geld. Luuk wordt volgend jaar, 18 maart 2021, wordt hij ook 18. Mm-hmm. En onze grote droom is eigenlijk om op die dag de auto te overhandigen aan Luuk. Ja, er ligt hier al heel de dag een zomers pakketje, want vanaf volgende week gaan wij de campings af. Want waar is die leukste camping in Brabant? Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus hopelijk staan we volgende week al op een leuke camping. Dus heb je een leuk idee? Hou dan de Facebookpagina van de Brabants Buske goed in de gaten. Daar posten we komende week de voorwaarden waar het aan moet voldoen. Wat vind jij een goeie? Nou, het worstenbroodje moet redelijk dicht in de buurt zitten. Ja, dat vind ik ook. Van Brabantse camping, dat sowieso. Het moet ook een beetje gezellig zijn. Heel gezellig, Bourgondisch. Ja? Ja. Dus niet zomaar van we moeten bij die camping wezen. Nee, laat even weten waarom we bij die camping moeten wezen. En wie weet ben jij dit heerlijke zomerse pakket. En gaan we langs bij de camping natuurlijk. Dus Leon, ik ga alvast op zoek naar het toilet. Oh. Het is de kleine boodschap, dus ik hou nog wel wat over voor jou, hoor. Ja? Ja. Houden we. Tot volgende week. Het is wel weinig één rol.